hoeft niet te verwonderen dat deze stad, gelegen tussen Brussel en Wallonië, vooral een probleem heeft met de ontnederlandsing. Dus wij willen werk maken van een zeer sterke Vlaamse uitstraling. Dat wil zeggen vasthouden aan het eentalig Nederlands karakter van de stad. Maar niet alleen communautair programma natuurlijk. Wij willen ook een betaalbare stad, betaalbaar wonen voor iedereen. Groot probleem in deze regio ook. Omdat heel veel mensen andere oorden opzoeken, omdat de grondprijzen de pan uitswingen. En wij willen werk maken van een groene stad. Groen en Vlaams is niet voor niks onze slogan. Behoud van de groene gordel. En natuurlijk vooral ook een betaalbare stad voor iedereen. Symbolisch staan we op het plein van Gorbeigaarden, een van de 6 deelgemeenten van Dilbeek. En we hebben dat symbolisch gekozen omdat dit het meest leidt tot het beeld van de verstedelijking in Groot Dilbeek. En dan zwijgen we over verfransing, de scholenproblematiek, de capaciteit, de taalproblematiek en noem maar op. Wij willen hier in Vilvoorde vooral werken rond veiligheid, Vlaams karakter uiteraard, mobiliteit, properheid en ook een sociaal beleid uitbouwen met onze eigen accenten, onze eigen klemtonen. Wij willen vooral Vilvoorde aantrekkelijk maken voor de Vlaamse pendelaar die dan naar Brussel of naar de Vlaamse rand gaat werken en die zouden wij hier willen krijgen dat hij hier komt wonen. Heel concreet, we willen een nieuwe burgemeester. De stijl van de huidige burgemeester Tobak, die al 18 jaar de vlag zwaait in Leuven, is onmogelijk. Geen enkele inspraak, men luistert niet naar de burger. Op zichzelf heeft Leuven wel goede zaken geregeld, moet alleen oppassen op de financiën. We moeten ook meer aandacht hebben voor de deelgemeente. Er is veel gebeurd voor het centrum, heel weinig gebeurd voor de deelgemeente en dat is een ander aandachtspunt. De belangrijkste pijler is tewerkstelling in eigen regio creëren. Hè. We zitten hier in Tiene echt met een gigantisch probleem. Hier is geen economisch draagvlak meer. We hebben deze week nog de aangekondigde sluiting van Fotovoltaic met 263 mensen. Wij moeten absoluut hier inzetten op meer tewerkstelling met de steun ook van onze parlementaire, zowel in het Vlaams parlement als in het federale.